Hey, GirlShit, ik ben je Game. volg mij een nieuwe episode van Game Def Tycoon. Ja, dit wou ik toch wel even laten zien. We krijgen nu dus weer zo'n berichtje over um, dat we het spel heel erg hebben gehyped toen we het aan, toen we het, aan het ontwikkelen waren. En um, zoals jullie in de vorige episode zagen, hadden we een 9,75 voor Mario Kart 8, ons laatste spel. En dat maakt belachelijk veel winst. Dus ik ben benieuwd wat ze erover te zeggen hebben. Um, nou, oké, okay, we hadden gelijk. Dit had a positief effect on sales. Dus dat risico hebben we genomen. Met heel veel twijfel heb ik dat risico genomen. En het heeft hier goed effect gehad. Um, meestal hype ik het spel niet en ben ik heel erg bescheiden. Maar zo zie je dat het zo ook wel eens uh, goed effect kan te hebben om het spel echt helemaal te hypen. Zeg maar. Oké, okay, nou, ik zei dat ik mensen ging, ging trainen. Maar we hebben 140 resource points. Is er iets. Acuut dat we moeten researchen. Even kijken, waar zitten we nu qua engine? Dat vind ik altijd wel belangrijk om te zien. Oké, okay, we zitten. De laatste engine is van 5, jaar 25. dus het in jaar 27. En aangezien we zoveel geld hebben, vind ik dat we best nu alvast een nieuwe engine kunnen ontwikkelen. We hebben steeds om de 5 jaar gedaan, ongeveer. En nu is het toch alweer bijna 3 jaar geleden dat uh, we een engine hebben ontwikkeld. Dus misschien dat, het, dat we daar ook naar moeten gaan kijken, eerst wat er te researchen valt. Uh, 3D hebben we surround sound. Dus, nou, ik, ik wou zeggen, er is aardig wat wat we kunnen doen. Maar alles is heel erg duur. Dus er is eigenlijk helemaal niet veel wat we kunnen doen. Um, nou, wat we kunnen doen is uh, graphics researchen. Uh, dus dat we hier dat 3D erin hebben. En wat is er verder nog? Ja, je hebt surround sound. Ja, alles onder graphic en alles onder sound moeten we. Um, ...researchen voordat we de engine maken, voor zover ik weet. En alles in engine, dus, ja, dat is eigenlijk heel veel. Dan zouden we eigenlijk nog 100 extra research points maken. Maar anders maken we gewoon een beginnetje. Um, oh, er zijn maar 40 resource points. Oké, okay, ik dacht dat het 80 was. Nou, het valt al mee. Uh, oké, okay, um, iemand speelt maar een kaart. is er heel blij mee. Nou um, oh, oké, okay. simply one of the best games I've played. Curtain Killen van Gamers. Een hele uitgesproken naam is het niet. Um, een Gamerboard gaan we zo ook nog wel doen, misschien dat we daar ook nog wel wat aan hebben. Oké, okay, sound, surround sound. Of ja, dan ga ik toch voor online play. Ik vind iets belangrijker. Ik weet dat het features zijn die we er überhaupt in kunnen doen met medium games. Maar aangezien we zoveel fans hebben, is het misschien wel tijd om te beginnen aan large games. En aangezien we zoveel geld hebben dat we best een keer een flop kunnen maken. Uh, denk ik dat we het gewoon uit moeten proberen om een large game te doen? Misschien gaat het wel heel goed. Misschien is het een beetje gemiddeld en maken we maar net winst. Of misschien is het gewoon een hele flop. Maar ja, daar gaan we natuurlijk vanzelf achter komen. In principe, ik, ik heb mensen gehoord dat ze echt met maar 100.000 fans ook prima large games hebben kunnen maken. Dus wel de vraag of we genoeg personeel hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Ehm. Um en aangezien, kijk, de kosten. Het is grappig. De kosten om personeel te vinden die zijn altijd hetzelfde, weet je. Het is niet dat als je een gigantisch bedrijf wordt, dat je dan ook meer gaat uitgeven aan goed personeel zoeken. Het is heel raar. Die maximum. Uh, die limiet is nog steeds 2 miljoen. Dus in vergelijking met wat we nu daadwerkelijk in kas hebben, dit is echt heel weinig. Dus ja, weet je, weet je, ik ga gewoon mijn. Uh, Vijfde werknemer aannemen voordat we aan de slag gaan met een uh, large game. Uh, ik wil trouwens dat iedereen straks Contractor... Oh, nee, wacht. Hier. Wil jij even een game report? Dan krijgen we ook al een paar resource points. Ik wil dat iedereen Contractor gaat doen. En dan hebben we nog eens 40 uh, punten om uit te geven aan... Oh, niks. Want... <laughs> Oké, okay, laat maar. Ik dacht dat er iets was wat... Um, dat er nog iets was wat 40 kostte, maar dat is dus niet zo. Alleen maar 80. Nou, dat gaan we niet meer redden. Uh, nieuw topic kan. Ik weet niet of ik wat heb. Cyberpunk Aliens. Ik heb trouwens geen idee wat mijn volgende spel wordt. Maar het moet iets zijn. Um, het moet een beetje een veilige combinatie zijn. Want het wordt een large game. Dus op dat vlak experimenteren we al heel erg. Dan weet ik niet ook nog op het onderwerp en genre experimenteren. Want dan. Ja, dan, dan, dan weet ik echt niet of het goed zal gaan. Um, we komen trouwens zelfs in de buurt van de 100 miljoen. Dus ik ga er even over nadenken. Waarschijnlijk wordt het een beetje een ja, veilige keuze. Um, nu, topic wordt het dus ook niet. Dan ga ik, denk ik, gewoon twee mensen trainen. En ik ga dus iemand aannemen. Laat ik dat eerst even doen. Oké, okay, meer dan 5 miljoen verkocht. Dat is heel erg veel. Oké, okay, stafflist. En we hebben nog een paar maanden. Oké, okay, we hebben een allrounder. Dat ben ik. We hebben Eduard, goed in design. Lucy, goed in technology. En we hebben een allrounder. En nog een allrounder. Die nog een beetje moet bij, bijgewerkt moet worden. Ja. Um, het heeft waarschijnlijk wel zin om nog meer specialisten aan te nemen, want we hebben nu drie allrounders. En waar leunen we een beetje meer naar? We leunen hier meer naar de designkant. Hier niet. Bij Lucy zeker niet. Maar dus van de allrounders leunen we iets meer naar de designkant. Want ik sta ook hier precies in het midden. Um, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Want Trenton leunt is meer naar de technologiekant. Maar dat is maar niet ook een heel klein beetje. Dus leunen iets meer naar de designkant. En we hebben een best goed technology persoon. Maar we hebben nog veel beter design persoon. Dus ik denk dat het tijd is voor een um, uh, technology. Um, specialist die we dan kunnen, nou iemand die goed is in technology en die kunnen we dan uh, trainen naar iets van een, een engine specialist bijvoorbeeld in de toekomst. Dus dat is waar we naar op zoek gaan. Volledige budget, heel fijn dat we dat nu kunnen doen. Complex algorithms en dan krijgen we hopelijk iemand met, ja ik hoop dat we iemand krijgen met gewoon een belachelijk hoge technology score van boven de 600, maar je weet het maar nooit met dit fine stuff ding. Het is heel erg onvoorspelbaar. Kijk, ik heb nog 23 resources points over. Dan ga ik even mijn personeel trainen. Ik wil graag met Edward... Um, even kijken, wat kunnen we allemaal doen? Ke ja, we kunnen bijvoorbeeld een gameplay specialiteit doen. Uh, of dialogues. Maar ja, hij heeft ook al redelijk wat technologie En dat... Nou ja, weet je? Dan doe ik liever iets... Want dan kan je ook wat dialogues doen. Maar dan heb ik het gevoel dat ik het niet goed gebruik. Maar ik vond dat klein beetje technologie wat er is. Dus dan ga ik hem specialiseren in waarschijnlijk een gameplay. Uh, wat blijkbaar veel meer design is dan technologie. Wat eigenlijk wel gek is als je erover nadenkt. Maar het zal wel. Um, ja, ik weet niet. Uh, dus 720 design hebben we nodig. Dus ik ga hem gewoon trainen in design met de resterende dingen punten die we hebben. Um, hier Pixel Cup. En Lucy gaan we denk ik gewoon. Uh, oh, nee, wacht. Kijk, voor alle engine, voor alle technische. Uh, specialisaties heb je toch een beetje um, design nodig. Daar komt het op neer. Dus we moeten Lucy. Ja, ze heeft maar 40 design. Daar kan je niks mee. Dus we moeten haar gaan trainen in design. Uh, dat is nu even belangrijk. Ook al is dat niet haar specialiteit. Dus dat is op zich wel interessant. Maar we gaan haar dus um, trainen in design. Oké, okay, dus dat is dat. Dat is even alles wat we voor nu gaan doen, denk ik. Ik denk dat we straks een nieuw spel gaan ontwikkelen. Populair zijn nieuwe topics, maar ik weet niet wat ik ga doen. Ik denk niet dat ik een nieuw topic ga doen. Ik ga een veilige keuze doen en dan een heel erg onveilig format. En dat is large games. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En dat kost ons natuurlijk ook heel veel geld. Maar we hebben nu een aardige buffer, dus dat moet kunnen. Oh ja, wacht. Hier was ik nog niet op teruggekomen. Vind ik het waard om een nieuwe engine te maken voor die paar nieuwe features? Dus we hebben Advals 3D. Ehm... Um, Graphics 4, ja hoeft er niet meer bij te doen. Want we weten dat versie 5 gewoon werkt. Ook al maken we het niet helemaal af met medium games. Maar ja, we gaan het nu toch over met large games. Dus het zou er goed, moeten, goed aan moeten kunnen. Um, even kijken. En we hebben online play en we hebben Dynamic environment. Dus we komen uit op 1,4 miljoen. Uh, dat is voor ons nu niet zo heel veel geld meer. Um, dus weet je, ik ga het gewoon doen. We kunnen best iets vaker engines uh, releasen. Uh, want het is nu ook al bijna weer drie jaar geleden. Dus dit noemen we. Wij zijn je games. Want als ik het doe nadat ik dit, deze large game heb ontwikkeld. Zo'n large game kost wel echt een aantal maanden om te ontwikkelen. Dus uh, ik wil het toch maar niet voor nu doen. Dit is um, jaar 27. Ik ga het even specifiek doen. Jaar 27 maand. Uh, 17. Want uh, als we het zender op elkaar moeten doen, is het misschien ook belangrijk welke maand, uh, of in welke maand we het doen. Uh, maar wacht, dat ga ik nu niet doen, want iedereen is nog bezig. Maar dit is in ieder geval wat ik straks ga starten. En dan ga ik meteen nadenken over het volgende spel. En dan uh, ja, ga ik het zo met jullie ontwikkelen. Oh, wacht. Er komt nog iets tussendoor. Uh, <laughs> ik had natuurlijk dit uh, uitgezet, personeel. Oké, okay, we hebben Jack. Nou, best wel goede technologie, maar niet echt waar we het willen hebben. Wel hele mooie speed en research. Um, oh, wauw. Ja, dit is. Nee, dit is. Um, een beetje lage technologie. Ook heel erg eenzijdig en lage speed. Dat willen we liever niet. Um, Alejandro. Nou ja, 102 bij speed. Kom op, daar heb ik geen 2 miljoen voor betaald. En dit is niet eens een. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> dat is jammer. Uh, Oké. Okay. Loretta. Heel erg goede technologie. Maar lage research. Oké, okay, 5,74 moet ik even vergelijken met de eerste. Uh, het, ja, ik, ik moet er op zich wel blij mee zijn, denk ik hier research 430 loretta ja, 149 ik wil wel veel research points want we hebben steeds meer research points nodig 574 en hier 517 ja ik ga daar gewoon jack aannemen hij heeft er ook al wat design dat is ook fijn voor die specialisaties um, ja als je iemand hebt die heel erg eenzijdig hebt zoals lucien moet je die toch weer trainen in het andere wat niet de specialiteit is, uh, dat is Kost ook alweer heel veel tijd. Um, dus ik ga voor Jack. Goede speed, heel erg goede speed. Heel goede research. En redelijk goede technologie. Kunnen we natuurlijk ook nog verder trainen. Dus Jack is uh, nu in ons team. Okay, Dialogs zijn niet zo belangrijk, dat weten we. Even terugblikken op Mario Kart 8. Platform audience match. Everyone who is great. Oké, okay, dat is goed om te weten. Dan krijgen we hopelijk die plusjes en minnetjes ook bijna het spel. Um, ja, dit weten we natuurlijk wel. Het is Mario Kart. Dialoog is niet heel erg belangrijk. Oké, okay, laten we Planet Coaster maken. Deels omdat, het, uh, omdat ik het zelf speel. En ook deels omdat het een veilige combinatie is. Uh, we hebben niks van Team Park of wat dan ook. Dus dan doe ik Business Simulation. Uh, dat werkt geloof ik altijd wel. Zat uh, ik bij Great Combo. Het is niet echt Strategy, zou ik tenminste zeggen. Het is geloof ik ja, eerder puur Simulatie. Uh, ja, Planet Coaster gaat natuurlijk niet echt om Business alleen maar. Meer gewoon om het pretpark zelf. Maar ja, zoals ik zei, er is daar geen uh, topic van, voor zover ik weet. Uh, het is nogal een Simulation PC. Uh, simula simulation werkt goed op een PC. En PC heeft de hoogste market share. Wat ik op zich wel bijzonder vind. Dat heeft het, spel, dat heeft het PC, geloof ik, echt nooit in Game of the Coon. Misschien helemaal aan het begin. Maar tenminste, maar ja, meestal staat het gewoon ergens onderaan. Um, je ziet dat de market shares ook veel meer uiteenlopen dan uh, vroeger. Omdat we veel meer uh, consoles hebben, natuurlijk. Ja, het werkt gewoon altijd goed uh, met Simulation. En we doen als publiek iedereen. Werkt goed met business en simulation. En met onze nieuwe engine. Ja, 28 maand 1 is het toch geworden. Um, en het heeft ons heel veel resource points opgeleverd, die nieuwe engine. Dus samen met het spel, ja, hoop ik dat we uitkomen op iets van 250 resource points. En dan kunnen we er echt veel mee doen. Uh, dus dit wordt het. Sommige mensen, ja, die heb ik net op vakantie gestuurd. Maar we weten dat het niet uitmaakt. Je kan mensen gewoon tijdens de ontwikkeling op vakantie sturen. En dan ja, krijg je gewoon meer tijd voor het spel. Dus dat zou allemaal goed moeten komen. Dus, daar gaan we dan. Eerste large game. Ik ben... Heel erg benieuwd hoe, dit, uh, hoe goed het gaat lukken. Oké, okay. je wordt het meteen best wel eng. Want je ziet dat ik met één taak gewoon al op 102% zit. Um, en dat is best wel eng. Ja, nou, zal ik het volgens dit doen? Want ja, ik denk zelf dat het engine zo hoog mogelijk... Maar ik zal hem dan wel iets lager doen. Gewoon omdat dat die plusjes het zeggen. Story en quest. Ja, er staat één minuutje. Maar ik doe het meestal gewoon helemaal naar beneden. Of laten we het bijna helemaal naar beneden doen. Wat kunnen we er nog mee? Misschien kan ik branching story er nog in krijgen. Ja, laten we dat gewoon doen. Engine, ik hoop dat we daar gewoon zoveel mogelijk van in kunnen krijgen. Uh, Oké, okay, het klikken is even moeilijk. Ik kan dit doen of ik kan deze twee doen. Nou, dan doe ik liever Basic Physics, want die heeft een hoge waarde. Ik weet niet of het ook echt beter is. Gameplay hebben we alles. Ja, ik hoop dat dat dan wel goed is. Ik doe Gameplay, dat lijkt me goed. Um, ik hoop dat het uitkomt met, de, met, de, met dit team, weet je. Daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar. Dus je doet Engine. En Lucy heeft nu een grote taak, dus ik geef haar gewoon een boost. En Eduard, um, ja, heeft hier niet zo'n belangrijke taak. Dus misschien dat hij dat ergens nog wel de kans krijgt voor die boost. En anders, uh, ja, ik geloof dat het, ja, weet je, ik merk het nooit, het effect van die boost zo heel erg. Dus misschien maakt het ook wel niet zoveel uit wanneer je het inzet. Want het maakt niet uit of je iemand een taak geeft. Ze produceren altijd bubbels. En die boost heeft effect op de inhoud van die bubbels, dus ik geloof dat het niet eens veel uitmaakt. Dus wat ik eigenlijk het liefst doe is het gewoon. Oh kijk, die zijn nu dus op vakantie, maar die zouden dus wat meer tijd voor moeten krijgen als het klopt wat ik heb gelezen. Uh, Oké, okay, geen trends meer, maar we, daar gingen we toch niet voor. Ja, je ziet dat het bankje zag jullie dat? Het, dat bankje, dat, dat balkje sprong terug. Willen we een large booth of een medium booth? Ja, ik denk dat we best um... Nou weet je, ik was ook van plan om veel uit te geven aan marketing. Het is wel echt perfecte timing. Dat is het ding. Dus ik, weet je, laten we voor een large boost gaan. Um, ik heb nog niet eens de tijd gehad voor een boost hier. Uh, oh, ik, ik heb helemaal lag. en zo hier. Lucy. Oké, okay, dat is raar. Dus we naam, echt even pauze. Maar misschien komt het gewoon door de lag of zo. Hier, Trenton, gaan we op vakantie? We nemen wel iets langer gewoon uh, de tijd voor deze fase. Ik geloof dat het echt geen probleem is. Oké, okay, simulation. Dus AI is heel erg belangrijk. En ja, dit is natuurlijk een beetje angstverjagend. Gelukkig hebben we Jack. Jack is denk ik de beste kandidaat hiervoor. Uh, Trenton is level design. Nou, laten we dat gewoon bijna helemaal maximaal doen. Dialogs is gewoon echt niet belangrijk. Ja, eigenlijk wil ik dat gewoon helemaal op 0% zo. So. Uh, daar kunnen we niks mee. Dus dat doe ik alleen. Better Dialogs aan. En dit hebben we nog over voor de derde fase. Ik ben echt benieuwd of dit genoeg is. Ik ben heel erg benieuwd en ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Um, de dus sommige mensen zullen misschien overwerkt worden. Level design, akkoord. Ah, Laten we dat toch even naar de 100 krijgen. Nee, dat kan niet. Oh, dat kan net niet. Maar ik wil ook niet. Ik wil. Ik weet dat Artificial Intelligence gewoon echt op 100 moet. Dus dan ga ik wel gewoon iets uh, ervoor opgeven. AI kunnen hopelijk wel alles. Ja, en het is tweede fase. Dus tijd voor marketing. Laten we ook groot uitpakken. Edward doet dialogues. Ja, dat is bijna niks. Maar het is toch een large game. Dus het is toch al best wel veel tijd uh, die het voor hem gaat kosten. Uh, Jerry hebben we nog op het einde om de gaatjes nog te vullen. Hopelijk gaat het goed. Level design staat Trenton op. Ik denk dat het goed is. Ook al is hij nog geen hele goede allrounder. Maar het zou hij wel moeten kunnen. En Jack voor AI. Ik zit even te denken. Wat staat hier bij de laatste? Um, graphics toch? Ja, graphics staat hier geloof ik op het laatst. Um, en daar houden we dan uh, Jerry voor over. Maar dat is denk ik wel goed. Dat, ja, want graphics zijn natuurlijk over het algemeen wel erg belangrijk. En aangezien we nu een large game hebben, gaan we nu voor het eerst uh, die versie 5 graphics voor het. Uh, zeg maar, helemaal gebruiken, Maar weet je, laten we er gewoon voor gaan. Ik heb 20, geloof ik, ook op vakantie gestuurd. Maar we zagen dat het terugsprong. Dus dat is geen probleem. Um, ja, we, ik geloof dat het echt precies goed valt voor E3. Want het is maand 6. En ik geloof dat dat is juni. E3 is ongeveer in juni, dacht ik. Um, small campaign of large campaign? Ja. Yeah. Ik denk dat we gewoon voor de large campaign zullen gaan. We hebben, op, we hebben op dit moment zoveel meer geld dan vroeger. Ja, ik denk... Ja, het is wel een grote stap van 500.000 naar 2 miljoen. Maar um, laten we het doen. Dit is een large game. Dus het... Ja, weet je. Het past erbij. en het, het past ook bij ons huidige... Uh, ja, wat we te besteden hebben. Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd of we eindelijk een keer in de top 100 komen. Uh, oh, wow 980.000. Dat is toch wel heel erg veel. Ehm... Um, Oh, plaats 56, oké. Okay. Dus ik ben nog nooit in de top 100 geweest. Maar nu zijn we opeens op plaats 56. Oké, okay, dat is mooi. Um, ja, 122 hype, dat is ook zeker niet niks. En het stijgt. En het stijgt nog maar verder. Ik vraag me nu af wat we hadden gehad als we geen marketing hadden gedaan. Als we maar één van de twee hadden gedaan, zeg maar. Maar dat, uh, ja, dat zullen we nooit weten. Ik geloof dat, het ook een beetje randomheid, ja, dat er ook een beetje randomheid in zit. is system 3 gaat eraf. Oké, okay, nu is het tijd voor de laatste best wel enge fase. Um, sound is belangrijk, Field design is minder belangrijk um, Ja, wie gaat sound doen? Um, ik wou dat ik het beter kon verdelen, maar ik geloof dat het niet kan um, Stel dat Jerry het doet, oké, okay, 133% Ik geloof dat het gewoon niet beter kan Of ik kan de balans verpesten Ja, komt erop neer um, dat we nog een extra personeelslid Nodig hadden en dat is nou jammer Want dit maakt het spel dan nou net een stuk minder goed Als we letterlijk naar die plusjes gaan kijken Kan ik sound nog wel een stuk naar beneden brengen World design kan Nog wel een beetje omhoog Weet je dan gaat het een beetje op laag um, Ja ik zit even te denken Edward doet world design dat is verder goed Jerry doet graphics zoals ik ook zelf zei En Lucy is nu overwerkt Ja uh, 3D gaat hem niet worden Dat is jammer ja, dat gaat hem gewoon echt niet worden. Uh, sound kunnen we hopelijk uh, wel wat meer mee doen. World design kunnen we ook wel wat meer mee doen. Nou, oh, niet alles. Um, hmm, dat is jammer, dan ga ik het zo doen. Oké, okay, dus Lucy is overwekt. We hebben eigenlijk nog een zesde werknemer nodig. Stel je voor wat een drama dit was geweest als ik het met vijf uh, werknemers. Oh, oh, als ik het maar met vier werknemers had gedaan. Zoals ik het eerst wilde doen. Dus ja, tenzij je een casual spel maakt waar het allemaal niet zoveel uitmaakt. Ehm. Um, ja moet je echt gewoon een extra werknemer hebben, want dit is toch wel jammer. Ik hoop niet dat het een groot effect gaat hebben op uh, de kwaliteit van het spel. Oké, okay, ik heb nog even alles gecheckt. Lucy, als we hier voor Lucy kiezen, dan ja, zij is dan het minst overwerkt. Bij de anderen zouden ze erger overwerkt zijn. Dus dat is maar voor. We gaan niet echt de ideale combinatie voor Simulation dit. Ehm... Um, ja, ik weet niet. Oké, okay, ik ben blij dat ik nog even uh, heb checked. Want op die gids online staat dat World Design niet zoveel uitmaakt voor simulation. Dus kunnen we daar nog wat mee? Kunnen we dat? <laughs> ja, ik weet niet. Het gaat wel een beetje tegen mijn gevoel. Dus ik, ik ga het gewoon op de helft zetten. Want ik wil ook niet dat het te veel van graphics wegneemt, natuurlijk. Ja, misschien moet ik het maar niet doen. Want anders haal ik gewoon te veel van graphics en sound weg. En ja, die hints in het spel die zullen toch ook echt wel kloppen. Want er staan ook geen vraagtekens meer achter. Ze dus zijn echt bevestigd, zeg maar. Ja, nou, dit is het. Hier moeten we het mee doen. Ik ben heel erg benieuwd of dit een uh, slecht effect heeft op de beoordeling. Ik heb vandaag heel veel lek in het spel. Ik weet niet of het komt omdat er te veel bubbels op het scherm zijn. Of dat, ik, dat er iets anders aan de hand is. Maar het is raar. Oké, okay, we zijn heel dichtbij. Hoe groter het spel, hoe langer ze nog even door willen gaan met produceren. Maar ik wil het nu toch echt graag finishen. Want uh, ik wil graag dat we weer wat geld binnenkrijgen. Want de belangrijkste kosten zijn natuurlijk ook heel hoog nu we veel personeel hebben. Nou, twee nieuwe records, dat is in ieder geval goed. Maar dat is ook wat je verwacht als je een large game, Want je hebt er veel meer de tijd voor. Dus die scores moeten wel hoger zijn, anders is het wel heel slecht. 250 resource points zoals ik ook uh, had verwacht, dus dat is fijn. Maar laten we eerst even kijken naar de ratings, want ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, okay, hoe, <laughs> hoe ziet dit eruit? Een 9, oké. Okay. Het kan in ieder geval geen flop meer zijn, dat is goed. Uh, nog een 9, oké. Okay. Hier kunnen we in ieder geval heel blij mee zijn. Nog een 9. Um, en een 8. Oké, okay, 875. Het is niet zo'n zo ultiem goed spel. Zoals het vorige spel. Zoals uh, Maricard 8. Maar het is in ieder geval meer dan goed genoeg. Oh, Oké, okay, het gaat, go gaat goed met Planet Coast. Ik ben ondertussen aan het researchen en trainen. En daarna ga ik de episode ook afsluiten. Maar we hebben al ongeveer 20 miljoen winst gemaakt. En dat is toch wel heel veel. Het is niet zo goed als ons vorige spel, maar het is nog heel erg veel winst. Ik zal nu even te kijken wat we kunnen doen. Ik kan mezelf specialiseren in graphics. Daar hebben we dus wel 200 research points voor nodig. Dus dat wordt, denk ik, de volgende stap. Nou, dat is niet waar. Uh, ik had het net over Edward en zijn specialisatie. Even um, kijken, ik zal het even laten zien bij Jerry. Want op dit moment is Edward uh, aan het trainen, dus ik kan er even niet bij. Um, we willen hem een design specialist maken. Dat was ik even vergeten dat het, dat, dat eigenlijk het belangrijkste is. Want we willen een. een uh, een research and design lab. Um, en daarvoor hebben we een design speciali specialist nodig. En kijk, hij is nog maar twee punten verwijderd. van dat we dat kunnen doen. Oké, okay, dan hebben we wel nog 100 research points nodig. Dus dat komt dan in de volgende episode. Maar. Um, dan kunnen we in ieder geval hopelijk. in de volgende episode een uh, RD lab hebben. En dat zou heel erg fijn moeten zijn. En dat hebben we gewoon nodig voor het volgende research. Weet je wel, voor de volgende versie graphics. heb je zo'n RD lab nodig, volgens mij. Dus. Um, ja. Dat is heel belangrijk. Um, Jerry komt een aanmerking voor de boost. Nou, dat zijn maar 20 wishes points. Dat is zeker iets wat we kunnen doen. Ik kom zelf ook bijna een aanmerking voor de boost. Dus er zijn heel veel belangrijke dingen die, um, uh, die je kan gaan doen. Oh, Oké, okay. dus nadat we het volgende spel hebben ontwikkeld, hebben we hopelijk 100 resource points. Dan kunnen we Edward een design specialist maken. We hebben even wat contractwork gedaan om de resterende 2 resource points te halen tot de 20. En nu kunnen we J trainen voor de boost. Dus dat gaan we dan ook meteen doen. Um, dus ja, dat is zo voor alles voor deze episode. Ik zal het even laten zien. Planet Coaster, 40 miljoen wins. Dat is toch wel heel erg fijn. Um, ja, het, het komt. Ik vind dat het toch wel redelijk goed in de buurt komt van die 72 miljoen, want we ja, we hebben natuurlijk ook steeds meer fans. We, we, hebben nu, we zijn geloof ik van 200.000 fans naar 260.000 fans gegaan. Dus dat, ja, dat is echt gigantisch. En was natuurlijk ook goede marketing op Planet Coaster met, uh, uh, met G3. En, uh, uh, en ja, gewoon marketing in het algemeen die we hebben gedaan. Dus dat is uh, mooi. Zijn dus de volgende hoop hopelijk een RD-lab? Dat is echt het volgende doel. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.